De opschudding rondom de gedisqualificeerde Joost Klein bij het Eurovisie Songfestival blijft de gemoederen bezighouden met een golf van reacties die variëren van verontwaardiging tot oproepen tot juridische actie en zelfs suggesties om uit de European Broadcasting Union, EBU, te stappen. Afrotros, gesteund door prominenten zoals Humberto Tan en Cornel Maas, overweegt serieus om een claim in te dienen bij de EBU als Joost niet wordt vervolgd voor het incident met de cameravrouw. De Eboes besluit om Joost uit te sluiten van de grote finale wordt door velen als buitenproportioneel beschouwd. Mensen zoals advocaat Geertjan jan Knoops en RTL-boulevardster Rob Gozen suggereren dat Avrotros snel naar de Zweedse rechter had moeten stappen om de schade te beperken. Mocht het Zweedse openbaar ministerie de zaak later seponeren wegens gebrek aan bewijs voor een strafbaar feit, ook de rol van de cameravrouw wordt fel bediscussieerd, met sommigen die suggereren dat haar gedrag ook onder de loep moet worden genomen. Deze kwestie heeft geleid tot oproepen tot transparantie over haar handelingen en zelfs tot vragen over de beelden van haar vermeende grensoverschrijdende gedrag. De reacties op sociale media en in de media variëren van verontwaardiging tot ontzetting over het lot van Joost Klein, waarbij velen zijn optreden en de daaropvolgende reactie als begrijpelijk beschouwen gezien de omstandigheden van adrenaline en emoties. Ondertussen roepen anderen, zoals Max Baas Jan Slachter, op tot een drastische stap. Het overwegen om uit de Ebu te stappen en het Songfestival helemaal te stoppen als een statement tegen wat zij beschouwen als een zielige vertoning van de Ebu. Deze storm van reacties en de groeiende roep om gerechtigheid en verantwoording beloven dat deze zaak nog lang niet is afgedaan, met mogelijk juridische stappen en zelfs institutionele veranderingen in de lucht.